vandaag heb ik hele leuke chipboarddoosjes. En ik ga Petra vragen om mij uit te leggen hoe ik deze leuk kan versieren. Oké. Nou, chipboarddoosjes zijn gewoon ontzettend leuk om mee te werken. Je kunt er dus, het is bijna Pasen, dus begin voor Pasen te leuk werken. Leuk thema. Ja, daarom, voor cadeautjes te geven, je hebt ze altijd nodig. Ja. Nou, je kunt ze op verschillende manieren, kun je ze bewerken, je kunt ze verven. Dan gebruik je acrylverf. Nou, acrylverf, die heb je in heel veel verschillende kleurtjes. Je kunt die verf, kun je dus, als je de juiste kleur niet kunt vinden, kun je dus ook altijd zeggen van, nou, ik ga hem mengen. Ja. Kun je ook doen. Dus je kunt altijd je eigen kleurtjes maken. Super. En er zijn er heel veel. Zeg je nou, ik wil er een leuk printje op, kan natuurlijk ook. Nou, je hebt heel veel van die papierblokjes. En als je dat ziet, daar zijn zoveel leuke dingetjes wat je ervan kunt gebruiken. Wel hele goede lijm gebruiken, want anders dan laat je los. Dat is zonde. Het is ook heel leuk om een combinatie te maken van en papier en van verf. Meestal doe ik het eerst van tevoren verven en aan de rand plak ik er het papier op. Dan kan ik nog altijd zien wat het wordt, want ik weet van tevoren ook nooit wat ik ga maken. Nog. Nee. Wat je er nog meer bij kunt gebruiken, zijn allemaal kleine dingetjes. Het zijn nog wat knopen uit je moedersdoos, ik noem maar iets. Geweldig. Je kunt nog wel lintjes. Lintjes, altijd leuk. Ik heb er hier nog veel meer. Oh, er zijn er zoveel in alle soorten maten. Je hebt de paarskleurtjes. Je kunt er bloemetjes bij gebruiken. Blaadjes er nog bij. Nou, in feite kun je er alles op kwijt. Alle kanten kunnen we op. Dus je begint altijd met het schilderen, zoals hier. En daarna kun je dus zeggen van, ik doe er papier omheen. Beginnen we hiermee. Allereerst wil ik je laten zien dat je dus ook kunt verven. Hier heb ik gewoon een gedeelte heb ik geschilderd. Je kunt eventueel de binnenzijde ook nog doen. Maar meestal doe ik het niet, maar het kan dus wel. En dan kun je dus de buitenkant kun je gaan versieren met papier. Super. Nou, er zijn zoveel verschillende zoals je wel gezien hebt. Wanneer je nou dit soort doosjes hebt. Slopen ovaal. En wanneer ik dit ga beplakken, dan kom je dus, als ik dit nou, ik doe altijd een stukje groter als dat je eigenlijk nodig hebt. Ja. Dan lijm je het er tegenaan en je knipt de bovenzijde knip ik altijd in. Ja. En dat is, dan kun je dus heel mooi eromheen gaan vormen. Dat is wel netjes. Ja. Dan krijg je echt een heel mooi resultaat. Want zou ik dat nou niet doen, dan krijg je echt van die vouwen en toestanden en dan is het niet mooi meer. Nee. Het is altijd groter. De onderkant is nou ook niet netjes. Nee. Maak gewoon een ovaaltje, leg je doosje op het papier en teken het even na. Ja. Knip het uit en dan kan je later, als het vast zit, dit op de onderkant mooi zetten. Netjes dat is netjes weggewerkt. Ja. Je kunt nog eventueel met een klein beetje inkt er langsheen langs de randen, is het helemaal netjes. Jij hebt daar een doosje, ik daar heb is een het dus gedaan. Kijk, ja. Hier is het dus gewoon een klein beetje inkt langs de onderzijde en dan krijg je dit. Ja, super. Bovenkant is gewoon geverfd. Zoals ik je uitgelegd heb. Leuk iets erbovenop. En je bent helemaal klaar. Je hebt gewoon een hartstikke leuk doosje. Je kunt dus ook nog zoiets doen. Dit is gewoon lint wat je hier ziet. Ja. Het lint heb ik met een naald en draad bij elkaar geregen. Beetje. En gewoon aangetrokken dat het bij elkaar gaat. Okay. En dan krijg je een soort bloemvorm. Ja. Het is gewoon een stukje lint. Super. Je kunt dus ook, hier heb ik lint ook weer eromheen gedaan. En dit lint, wat je hier dus ziet, dat is hetzelfde als er bovenop zit. Juist, dat is dus je bloemetje. Ja. Grappig. Nou, in feite kun je alles gebruiken, zie je wel. Hier nog een leuk paasvoorbeeldje. Ja, hoort erbij hè, met Pasen. Eitjes. Een rampons van gras. Superleuk. Eitjes erin, een paar veertjes en je bent klaar. Dus in feite, het kost je heel weinig tijd, maar het effect is superleuk. En hier met een plaatje erop. Ja, heb je stempels, gebruik ze. Ja. Leuk, lintje erbij en klaar. Het is zo weinig werk. Steentjes, die glittersteentjes, zo leuk om te gebruiken. Altijd goed. Super. Dit is ook altijd mooi. Eén bloem erin, gewoon van papier, want ik heb hetzelfde papier gebruikt als wat ik hier aan de onderkant heb gedaan. Ja. Kijk, en hier kun je dus heel goed zien, dit is gewoon een effen kleur bij een designpapiertje. En dit is ook weer gewoon een effen kleur. Dus heel het is ook spelen met kleuren. Oh, een heel leuk strikje erop. Ja, het makkelijkste is altijd, want heel veel mensen zeggen altijd, ja, maar welke kleuren moet ik nou gebruiken? In feite is het heel makkelijk, want je kijkt de kleuren die in je designpapier zitten. Gebruik je die weer voor het schilderen, is het altijd goed. Combineert het altijd mooi bij elkaar. Leuk. Heb je nooit geen problemen heel mee. Heel leuk. Ook kleine houten dingetjes voor Pasen kun je ook gebruiken.
Eigenlijk die je normaal in de paasboom hangt. Ja, die plak je gewoon op en je hebt een superleuk doosje. Super. Je maakt het af met een paar steentjes en klaar. Leuk. Oh ja. En dit ook prachtig. Niet Pasen, maar... Nee, dit is weer echt klassiek. Voor een cadeautje bedoeld. Ja. Ook weer gewoon een klein stukje touw eromheen. Gewoon gebruiken de dingen die je in huis hebt. Je hebt zoveel... Je kunt heel veel kleine restjes natuurlijk gebruiken. Alles gebruik je voor. Ja. Ja. En deze. Even nog hierop terugkomen, want anders krijg ik hier vragen over. Dit is heel makkelijk te maken. Het is één lange strip papier dat je hebt. Om de halve centimeter ga je rillen. En dan ga je ze gewoon om en om. Trapjes vouwen, weet je wel. Gewoon om en om vouwen. Oh. En je laat het rondlopen en je plakt de uiteinden aan elkaar. Ja. En je hebt in het midden. Het ziet er zo ingewikkeld uit. Nee, is het niet. Echt waar niet. Heel leuk. Een kind van 4 kan het. Ja. Super. Het lijkt gewoon heel moeilijk, maar dat is het niet. Nee. Nou, dan hebben we hier nog eentje. Gewoon alleen een paar van die roosjes erop. Nou had ik de roosjes niet in de kleur. Nee. Heel simpele oplossing. Het zijn witte roosjes. Haal ze even door de stempeling. Je hebt stempeling in alle kleurtjes. Geweldig. Nou, gebruik het. En je bent klaar. Helemaal. Het is super. Heel eenvoudig. En je bent zo klaar. Ja. En als je ook ziet, de linkjes, ze zijn echt aan Pasen aangepast. Nou, moet je kijken. Hier kun je toch superleuke dingen mee maken. Ja, geweldig. Dit is spelen. Echt waar. Ja. En zeg je van, ik hou niet van effen. Nou, bewerkt zijn ze ook nog. In alle soorten, maten, kleuren, elke variatie die je maar wil. Probeer u het eens. Ja. Leuk. Ja.